Welkom bij Happy Story in My Life. Leuke uitstapjes voor het hele gezin, weekendjes uit en nog veel meer. Abonneer je op ons kanaal en volg ons op onze reis van geluk en positiviteit. Welkom bij onze nieuwste video. Vandaag nemen we jullie mee op een betoverende tocht door het Middelijnpark in Antwerpen. Dit prachtige park combineert kunst en natuur op een unieke manier en biedt een ideale ontsnapping aan de drukte van de stad. We zijn ontzettend enthousiast om deze ervaring met jullie te delen. Beste mensen, fijn dat u weer kijkt. We zijn op weg naar Antwerpen. En zoals je ziet staan we in de file. Dat is hier ook als de normaalste zaak van de wereld aan het worden. Dat je hier in de file staat op zondag voor naar Antwerpen te rijden. Hopelijk gaat dat nog verbeteren in de toekomst. Maar ik heb er toch mijn twijfels over. Maar genoeg gezeuterd en geleuterd over die files. We gaan vandaag naar het Middelijnpark in Antwerpen. Als we er geraken tenminste. Nee, dat was een grapje. We zullen er wel geraken. Het is nooit te voet. Nee, dat was ook een grapje. Oké, bij deze. We nemen jullie mee naar het Middelijnpark in Antwerpen. Je zal moeten kijken voor te zien wat daar allemaal te beleven is. Vooral veel kunst in alle abstracte en absurde vormen. Bij deze. Kijk met ons mee en vind je dit nu leuk? Geef ons dan een dikke duim. Beste mensen, we zijn aangekomen in Antwerpen en zoals je ziet is de zon beginnen schijnen. En dat is wel al een hele tijd geleden dat we die nog eens gezien hebben. Dus die gaat vandaag met ons lekker mee. Ik hoop dat ze blijft schijnen en dat ze blijft meegaan met ons. Jij mag ook gaan meegaan met ons. Geef ons een dikke duim als je dit nu leuk vindt. We nemen jullie mee naar het Park Middelijn in Antwerpen. Thank you.
Ja, beste mensen, we zijn net naar het Middelijnpark geweest en het was echt een moeite. Voor gewoon al eens buiten zijn in de natuur, tussen de kunstwerken. Het een al was goender dan het ander. Het een al wat gekker en zotter dan het ander. Maar het was wel de moeite waard. Bij deze zou ik zeggen, geef ons een dikke duim en blijf ons volgen in de App Store in My Life. Bye bye! Dit was hem weer, Happy Story in My Life.